wat fijn dat jullie er zijn vandaag om samen met ons bij North Sea Data Centers de ingebruikname van de allereerste NVIDIA DGX B200 te vieren. Bij Juvly, wat we vooral doen is eigenlijk de administratieve last van de zorgverleners te verlagen. Hoe we dat doen is in principe tijdens het gesprek luisteren we live mee en zetten we het gesprek om naar tekst. Vervolgens die tekst zetten we om naar een samenvatting. Als je AI ontwikkelt, het enige wat je doet, als je echt zelf modellen bouwt, doe je experimenten. Heel veel experimenten. En wat zorgt ervoor dat deze servers voor ons kunnen regelen, is dat we zoveel mogelijk experimenten kunnen doen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om deze AI-modellen zelf te ontwikkelen, omdat we zelf volledig kunnen bepalen waar de data naartoe gaat. Wat enorm belangrijk is voor het vertrouwen van zorgverleners en patiënten, is weten wat er met die data gebeurt. En het feit dat Juvly zelf die data kan gaan verwerken op eigen datacenters in Nederland, schept enorm veel vertrouwen voor de toekomst. Wat ik vooral belangrijk vond tijdens het kiezen van een datacenter was eigenlijk contact met de datacenter zelf en ook de flexibiliteit. Het is belangrijk om dit soort initiatieven en dit soort partijen in Nederland te behouden, omdat we zien dat het merendeel van de activiteiten in Amerika op dit moment plaatsvindt. En om die expertise in Nederland op te bouwen en uit te bouwen en de kennis ook in Nederland te houden, is heel belangrijk. En niet in de laatste plaats voor onze data sovereignty, iets waar veel van onze klanten mee bezig zijn. Wat dit vooral bijzonder maakt, dat we voor de eerste keer hier in Nederland live gaan met deze service, is dat hier de Blackwell chip in zit. En de Blackwell chip is de allernieuwste NVIDIA chip voor het trainen of uitvoeren van AI-modellen. En deze is dus als eerste hier zo live gegaan. Als je kijkt naar hoe Nederland zich verhoudt tot de andere landen, dan is er best wel wat activiteit in Nederland. Maar als je kijkt naar echte middelen op de grond, echte AI-factories waar het echte werk mee gedaan wordt, ja, dan lopen we toch een beetje achter. Dus het is heel goed dat we hier vandaag zijn en dat hier echt stappen de juiste richting op worden gemaakt.